Drie uur namiddag. De eerste voorzitter Danny Utens van SPA wandelt het gemeentehuis van Heus de Zolder binnen. Even later volgen de voorzitters van Nieuw Heus de Zolder, NVA en Open VLD. Hier, op neutraal terrein en achter gesloten deuren, moeten de plooien worden gladgestreken. Vorige week stapten vier leden van de NVA, waaronder burgemeester Mario Bormans en eerste schepen Lode Schops uit de partij. Zij zetelen nu als onafhankelijke. Maar hoe het nu verder moet, weet niemand. Alle partijen leggen vandaag de kaarten op tafel. Het is maar eventjes overleg gewoon. Het is nog niet afgesproken. Nee. Oké. Mogen we al binnen of heb je nog tijd nodig? Na anderhalf uur is er dan toch witte rook. Nu ja, witte rook, daarvoor moet men geduld hebben. De partijen gaan de voorstellen eerst bespreken met de achterban. Ja, de voorstellen hebben natuurlijk te maken met ga je met NVA verder of ga je met de onafhankelijke verder. Het is 6 of 4. Hè, en uiteindelijk kan je ook nog eens gaan zoeken naar een tussenoplossing. We hopen het. De mensen in Heus de Zolder moeten een goed bestuur hebben. En wij hopen zo snel mogelijk dat dit tot stand komt. Vorige week waren SPA en Nieuw Heus de Zolder duidelijk. Verder gaan met Bruno Buijsen kan niet. Maar de NVA blijft achter hun gemeenteraadslid staan. Het is geen manier van doen, van iemand laten vallen waar niks kan, toch niks van juridisch kan weerlegd worden. Te lastig gelegd worden. Zolang als dat niet bewezen is dat hij strafbare feiten gepleegd heeft, zullen we achter hem blijven staan. Kans bestaat ook dat er een nieuwe coalitie wordt gezocht. Maar de naam Sonja Klaas is blijkbaar niet gevallen aan tafel. Heel eerlijk gezegd moet ik daar vandaag niets horen over zeggen. Ook niet van de meerderheidspartijen, dus van de drie grote partijen die er nu op dit moment in zitten, ook niet van de NVA. Dus blijft de vraagteken. Vrijdag om 3 uur moet er dus duidelijkheid komen.